goed 2/10 van een punt minder dan de score van Victoria Stadnik. En hier het slanke, ranke meisje Olga Kontaar, de algemene Europese kampioene 1993 uit Wit-Rusland. Voor de baloefening boekte ze bij wedstrijd 1 de hoogste score van de 8 deelnemers, namelijk 9,45. Merkwaardig is wel dat ze getraind wordt door Marina Lobach. En misschien herinnert u zich nog die naam, Olympische Spelen 1988, Seoul. Inderdaad, de Olympisch kampioene Marita Lobach. Ik liet u genieten, kijkers, van die prachtige uitvoering van de baloefening van Olga Kontaar uit Wit-Rusland. Algemeen Europese kampioene van dit jaar, 1993. Die op een voorbeeldige manier haar oefening wist te stofferen met de nodige, zowel moeilijke als originele delen. En u ziet daar in de achtergrond de opwarming van een van de concurrenten.